Hey en welkom, een prettige maandag. Ik ben gewoon Gint en ik heb voor deze week een vrolijk hemdje aan. Want ik dacht, ik ga het triestige nummerje balanceren met toch iets vrolijk. Dus ermee heb ik dat dan aangedaan. Dat is een zeer oud hemdje. Vroeger was dat veel feller geel. Dat kan mogelijk al 20 jaar meegaan. Maar mijn weekend bestond uit drank en barbecue, badminton, barbecue, nog een beetje drank. Ik heb cocktails gemaakt, veel gelachen, een beetje liedjes gespeeld en dan ook nog een beetje gedronken. Dus daarmee is mijn stem weer een beetje half en half. Dus we zullen zien wat dat geeft met deze nummerke. Alleszins, ik heb morgen, dat is misschien de primeur, morgen mijn eerste zangles. Ik ben zeer benieuwd. Ik wist dat ik toch een keer minstens 1 liedje volledig juist kan zingen. dat zou een keer leuk zijn. Allee, het is allemaal live, ik knip hier niet in en zo. Hè. Maar voilà. Ik ben ook iets anders aan het proberen, zodanig dat sync blijft. Ik weet audio, video, dat niet uiteen schuift. Dus hopelijk lukt dat deze keer. Anders, pech. En dan zal ik dat wel oplossen in de komende maanden. Ik weet het niet juist. We zullen zien. Anyway. Oh, wie er ook op dat weekend was. Want ik was niet alleen op weekend. Dat zou zeer raar zijn om badminton te doen. Alleen. Oh, misschien kan dat nog wel leuk zijn. Het pluimpje gaat vrij hoog, eigenlijk, hebben we gemerkt. Ja, dan was de wedstrijd om zo hoog mogelijk. En dan staat eigenlijk meer te wachten dan effectief te... anyway. Er was veel drang bij. Maar de kapster was ook... mijn kapster. Allee, niet mijn. Je mag dat niet bezitten in België. Dat mag niet meer. Maar de kapster waar ik ga, namelijk Lisa van de Kapbar in de Naamsestraat in Leuven. Mocht je ooit goesting hebben voor je haar te laten knippen, of dat mensen zeggen, hoe moet ik naar de kapper? Pak daar een afspraak. Lisa is een kei toffe en die kan haar knippen als geen ander. Voilà. Tot zover het gesponsorde gedeelte. Nee, dat is niet waar. Dat is niet gesponsord. Dat is gewoon een heel toffe en die kan goed knippen. En al. Blijkbaar ook voor kleurtjes. Maar ja, dat heb ik nu niet nodig. Misschien ooit. Nee, ik kan het doen. Helemaal grijs of wit of zo. Dat is nog wel een neig. Wie geen kleurtjes in zijn haar wilt, is Marilyn Manson. En dat is degene die het nummerje geschreven heeft, veronderstel ik. In the Shadow of the Valley of Death. Dus ja, een super vrolijk nummer. Maar ik vind dat is een mooi nummerje. Daar zit een goede donkere sfeer een beetje in. Dat mag al eens een keer. Zeker op een maandag. Allee, hè? Dus voilà. En dat was ook de zoon van Marilyn Manson en Charles Manson. De zoon van Marilyn Monroe en Charles Manson. Dat is Marilyn Manson. Ja. Zo, voilà. Feiten op maandag. Is niet waar, hè? Gelooft mij niet. Maar ja. Anyway. Een donker nummerke met een vrolijk hemd. Speciaal voor jullie. Ah ja, ik ben aan vergeten. Ik heb een micro gekocht. Nog een naast deze. Waarmee ik dingen kan opnemen, gemakkelijker, qua tekst en zo, want die staat ginder. Deze staat hier. Dus als ik ginder zit, dan moet ik heel luid praten om hierin hoorbaar te zijn. Allee, je hoort het, maar dan klinkt het van ver. Dat is niet zo goed als je dan iets gaat opnemen. Anyway, dat was tijdens mijn vragenweek, vorige week, de week daarvoor, is al een paar keer gevraagd of ik zo dingen zou kunnen opnemen. Dus dat gaat nu. Laat hieronder weten wat dat je graag zou hebben dat ik voorlees. En dan ga ik een keer bekijken hoe dat allemaal kan. Ik dacht te beginnen met een recept voor chocomousse. Iets kort, gewoon. En we zien wel hoe dat verder gaat. Net zoals met dit, eigenlijk. We zien wel. Dus ja, laat hieronder weten de suggesties voor tekst en andere dingen. Misschien moet het zo ASMR-dingen zijn. Of hoe noemt dat? Ja. Moet ik juist eens op. Is dat gewoon heel dicht bij de micro praten en alles luid genoeg zet? Ik zou eens moeten opzoeken. Anyway, maar daar zijn we dus niet hier voor. Nu zijn we hier voor een liedje. En dat gaat als volgt. Maar dan. Allez.
Dat is zo veel te vrolijk en nu ook zo'n donkere nummertjes. Nu moet ik even zo balanceren door in mijn kop zo even zo aan zwart te denken. En zwarte gaten en hoe dat daar... Ja, fascinerende materie. We hebben deze weekend ook over gesproken. Prettige week. En laat weten hieronder wat ik allemaal moet voorlezen. Of als je bij Lisa geweest bent, doe daar de groeten van mij. Zo, daar.